Bij een bibliotheek heb je misschien het beeld dat het een oud gebouw is met heel veel stoffige boeken. Niks is minder waar. De bibliotheek in de Lokhal in Tilburg is hip and happening. I'll show you around. Ik begin meteen boven met de rondleiding, omdat dat is de plek waar de meeste studenten aan het werk zijn. En daar heb je ook het beste uitzicht. De Lokhal is een oude locomotiefhal hier in de spoorzone in Tilburg. Het is gebouwd in 1932 en in 2018 is het omgetoverd tot onder andere de bibliotheek Midden-Brabant. Beneden bevindt zich de Stadscafé, waar je kunt genieten van hele goede koffie, lekkere lunch. En als je even een break wil, kan je even zitten bijkletsen. En dit is het Stadsbalkon. Dagelijks komen hier honderden studenten om te leren voor een tentamen, een toets of om hier samen te werken. Wifi, hartstikke sterke wifi. Genoeg stopcontacten en goede koffie. Oortjes in en gaan met die banaan. Zoals je het ziet is het hier gezellig druk in de Lokhal. Daarom is het van belang dat als je rustiger wil werken en studeren, neem dan je eigen oortjes mee of reserveer een stiltecabine. Want heel veel stiller dan dit gaat er niet worden. Met de verbouwing van de Lokhal zijn de oude elementen van deze locomotiefhal bewaard gebleven. Zoals deze schakelkast. Wees gerust, je kunt niks fout doen. Ze zijn allemaal onschadelijk gemaakt. Bij de treintafels kan je eventueel een break nemen en een kijkje nemen in de actuele bladen en magazines van die dag of maand. Deze treintafels staan op de originele rails van de Lokhal. En ervaar het zelf. Het is hier waanzinnig.